Zwart Front, naar eigen zeggen de enige uitgesproken fascistische beweging van Nederland, organiseerde vrijdagmiddag een kleine actie op het Kelfkensbos. Ze deden dit naar aanleiding van de eerste weken van het presidentschap van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij is verkozen door het Amerikaanse volk omdat hij een ander geluid naar voren bracht dan Hillary Clinton en Obama en Bush voor hem. Hij zou de kandidaat van de vrede moeten zijn en hij blijkt nu de kandidaat van de oorlog. Hij heeft een raket op Syrië afgevuurd. Syrië is een onafhankelijk land met een legitieme regering. En in de meeste gevallen zou dit letterlijk een oorlogsverklaring zijn. Alleen gezien de escalatiefactor is dat natuurlijk niet gebeurd. Maar dit weerhoudt Trump er niet van om nog steeds oorlogstaal uit te slaan tegen Syrië. En dit is dan ook waarom wij hier aandacht vragen. Trump is geen vredesmeneer. Trump is gewoon meer van hetzelfde, meer van het oude. Er zouden betaalbare starterswoningen komen, maar niets blijkt minder waar. Aan de Genestedtlaan in het Willemskwartier worden nieuwbouwwoningen gebouwd waar jongeren uit de wijk zouden kunnen gaan wonen. Nu blijkt echter dat voor een studio van ongeveer 30 vierkante meter gemiddeld €710 moet worden betaald. Een tweekamerappartement moet tussen de €755 en €1250 opbrengen, nog afgezien van servicekosten. Eerder werd er nog gesproken over woningen met een maandelijkse huur van maximaal €500. Ideeën bedenken voor een duurzame school. Daar hielden verschillende klassen van basisscholen uit Wijchen zich de afgelopen weken mee bezig. Vorige week mochten zij al hun ontwerpen presenteren aan twee Wijchense wethouders, Agnes Schaap en Paul Loermans. Zij bepaalden dat de Buisertschool het beste ontwerp had gemaakt. Hun plan bestond uit een waterrad dat wanneer hij draait elektriciteit opwekt. Op het moment dat er geen water zou zijn, levert een batterij de elektriciteit, waardoor er altijd stroom is.